Een feestelijke opening van de Wensboom. Muziek, een gedicht en tractaties. Vol bewondering bleef ik staan. Ik zie vele kaartjes hangen. Mijn hart gaat wel wat sneller slaan. Wat wil je nog meer? Nou, dat kun je op deze boom ophangen. Iedereen mag namelijk een wens doen en elke maand worden er 1 of 2 wensen gerealiseerd. Ik woonde in Groesbeek en daar ging ik altijd kijken naar de optocht. En nou had ik gehoopt dat de optocht van Eindhoven hier langs Wilgenhof zou komen. Maar nee, die was ergens midden in de stad. En dat is natuurlijk voor de mensen hier in huis een beetje moeilijk om dat te bereiken. Dus wat ik wens is dat volgend jaar de optocht van de carnaval hier langs de Wilgenhof komt. Ik heb gewenst dat mijn kleindochter beter wordt. Die heeft al 3 keer een hersenoperatie gehad. En het gooit iedere keer aan. Dus ik hoop dat ik dan later met haar, als ze beter zou worden, om dan iets leuks met haar te doen. Het wordt georganiseerd door Vitalis en Gouden Dagen. Zij willen dat bijzondere, laatste of betekenisvolle wensen van ouderen in vervulling gaan. De meeste mensen hebben het moeilijk tegenwoordig. En dan zo'n gezellige dingen ervan maken en een opkikkertje, dat is heel goed voor al die oude mensen. Wij werken met in sommige gevallen met een groep kwetsbare ouderen. Ze zijn niet meer altijd in staat om zelf te doen wat ze zouden willen doen. En op deze manier kunnen we mensen toch een mooie ervaring meegeven. Dat is juist een goed ding, want veel mensen hebben nog wensen. Niet alleen ouderen, maar alle wijkbewoners mogen hier een wens doen. Voor zichzelf of voor iemand anders.